Patrick Katman. We staan net voor het begin van de Final Four. Hoeveel kaarten zijn er verkocht? Ik denk dat we nu zo'n beetje op 450 kaarten zitten, maar het loopt nog binnen. Dus aan de kassa is het nog steeds druk. Dus we hopen toch wel ruim 500 mensen binnen te hebben vanavond. Het is natuurlijk een hele organisatie om dit even van de grond te tillen voor een weekend. Hoe hebben jullie dat gedaan? Ja, we hebben gelukkig veel vrijwilligers. En met die vrijwilligers hebben we het nodig kunnen doen. Vaste ploeg die je altijd opbouwt, die vandaag ook weer druk in de weer is geweest. Tribunes geleend van bevriende verenigingen, om het zo maar te zeggen. Wiebe uit Wiegen en de Gymnastiek Unie. En zo kunnen we er een mooie hal van maken met veel toeschouwers. Final Four is dit jaar in Bemmel. Waarom is hij in Bemmel? Ja, dat doen we altijd binnen de VBL bij Tourbeurt. Wij hebben in Bemmel nog nooit de Final Four georganiseerd. Dat kon ook niet in de vorige hal. Dat kan nu wel, dus wij hebben het dit jaar toebedeeld gekregen. En zo'n Final Four, wat is eigenlijk het idee achter zo'n klein toernooitje? Eigenlijk is het idee om de promotie van het vrouwenbasketbal nog een extra push te geven. Door halverwege het jaar, zeg maar, om een prijs te spelen. Dus een extra evenement om weer een heleboel mensen de gelegenheid te geven om naar het vrouwenbasketbal te komen kijken. Vrijdagavond werd dus in een afgeladen volle sportcentrum De Schaapskooi in Bemmel de halve finale gespeeld tussen Batouwen Lectetech en Grasshoppers uit Katwijk voor de Final Four. Een wat moeizame wedstrijd, maar uiteindelijk een 57-44 zege voor Lectetech. Veel balverlies van beide kanten en gemiste kansen, maar uiteindelijk trok Lectetech in het vierde kwart de wedstrijd naar zich toe. Nou, Karin Kuit, halve finale gewonnen van Grasshoppers. Dat ging wel moeizaam, hè? Ja, je kon wel zien dat er een kerstbreek tussen heeft gezeten. Ja, je merkt gewoon aan het spel dat het wat moeizamer ging. We moesten wat langer de tijd nemen om in de flow weer te komen. Maar gelukkig, na die slechte eerste helft pakken we ons wel goed, gelukkig. Dus en dan gaan we er op zich wel redelijk makkelijk nog wel overheen uiteindelijk. Dus morgen finale. Ja, we zeggen morgen finale. Vorig jaar van Grasshoppers verloren, hè? Ook bij de Final Four. Play-offs ook. Toch een klein beetje revanche, of niet? Ja, ik zie het niet zomaar. Ja, zo kan je het wel een beetje bekijken. Het is altijd lekker om halve finales te winnen. En ja, ik speel liever tegen mijn zusjes een finale. Maar goed, ja, nu kon het niet anders. En moesten we ze hier elimineren. Ja, morgen dan de finale. Is meteen het afscheid van Hakim Salem, hè, als coach. Geeft dat nog een bepaalde extra waarde aan die wedstrijd? Kijk, we willen hem wel iets meegeven natuurlijk. En we doen het vooral voor onszelf. Kijk, we willen deze prijs voor het eerst in Bemmel houden nu. En dan zou het extra mooi zijn om hem dat als afscheidscadeau mee te geven. De finale was dus een ontmoeting tussen Batouwen Lectetech en Lone Lions uit Landsmeer. Lions won vrijdagavond van Binnenland de anderhalve finale. Een wedstrijd die mede in het teken stond van het afscheid van coach Salem, die bondscoach is geworden van de nationale damesploeg. De twee ploegen die altijd aan elkaar gewaagd zijn, maakten er een mooie wedstrijd van. Maar Lectetech was in deze wedstrijd toch de bovenliggende partij. Met een sterke defensie en een aantal prachtige scores wist Lectetech uiteindelijk de finale met 65-47 te winnen. En kon de nog ontbrekende beker worden toegevoegd aan de prijzenkast. Rebound. Lisanne, de jongen, gefeliciteerd. Final Four, eindelijk binnen. Heerlijk, hè? Thuis ook nog. Ja, eindelijk na al die jaren super chill om thuis een keer deze prijs te pakken, zeker. Ja. Hey, het was eigenlijk best wel een gelopen race. Jullie speelden goed vanavond, beter als gisteren. Steeds in voorsprong geweest en eigenlijk nooit echt in de problemen geweest, hè, vandaag. Nee, eigenlijk vanaf het eerste kwart begonnen we gewoon vooral de verdediging heel scherp. En dat zie je dat we dat gisteren eigenlijk veel minder goed deden. En ik had eigenlijk verwacht dat het een veel spannendere wedstrijd zou worden. Maar dat was gelukkig niet zo. Dus super verdiend, gewoon met 20 punten erop. En echt heerlijk. Even naar jouzelf toe, een beetje emotioneel, hè, deze wedstrijd. Of niet? Met vier fouten, terecht of onterecht, ging je op de bank zitten. Kwamen even de tranen, hè?
ja, ook omdat ik gisteren had ik ook al 4 fouten. En ik zat vandaag dat ik nog niet echt lekker in het begin. Toen had ik weer mijn 4e fout. Ja, dan weet je dat je mag gaan zitten in ieder geval. En ja, dat vond ik in ieder geval niet heel erg prettig. En toen was ik uiteindelijk blij dat ik ondanks mijn vier fouten toch nog het veld in kwam. En nog wel iets kon laten zien. Maar uiteindelijk toch met 5 fouten eruit. Maar ja, toen dacht ik, we hebben hem toch al binnen. Dus prima. Ja, want je maakt 10 punten hè, in het 4e kwart. Dus dat is op zich wel heel mooi. Het leek wel of je heel getergd was hè, toen je weer het veld in kwam. Hè? Ja, ik dacht, ik moet het gewoon van me afzetten nu. En gewoon lekker gaan ballen. Omdat ik al 2 wedstrijden een beetje tegen mezelf aanloop de hele tijd. En ik dacht, ja, ik heb 4 fouten en ik heb nu niks meer te verliezen. Dus ik kan beter gewoon lekker alles laten gaan en gewoon gaan spelen. En dat betaalde zich uit. En dat werkt goed dus. Hey, van harte gefeliciteerd. Maak er een mooi feestje van. Nog 1 keer de beker laten zien. Nou, dat is hem. Kan die in de prijzenkast. Hakim Salem, ja, een mooie afscheid kun je niet wensen. Afscheid doet altijd een beetje pijn. Maar op deze manier is het toch wel mooi, hè? Ja, het voelde heel gek, moet ik eerlijk zeggen, daar in de middencirkel. Je wint een hele mooie prijs en je wil dan volgende week doorgaan op weg naar de andere prijzen. Maar dan krijg je een hele mooie speeches van Cor. Daarna een prachtige speech van Chris. Prachtig cadeautjes en dan is eigenlijk, ja, het is nu klaar. Maar wel met de prijs. En daar deden we het ook voor. Ik denk dat we over het hele eerste helft van dit seizoen, ja, dominant waren. We hebben 1 wedstrijd verloren en we hebben de Supercup helaas verloren ook omdat wij niet compleet waren. Maar als je kijkt over de hele eerste helft van het jaar, waren wij de beste ploeg. Dus het voelt een beetje ook een soort kampioenschap. Ook de enige prijs die Bemmel nog niet heeft gepakt, die hebben we nu binnen. Maar ik ben er volgende week niet meer. Ja, want je bent er volgende week niet meer. Je opvolger die zal waarschijnlijk al klaarstaan. Laat je het team en een gerust hart achter? Ja. We hebben afgelopen maanden gewerkt aan zelfbewust worden van eigen acties, eigen gedrag, eigen alles. En niet meer opgelegd worden door een coach. Omdat de coach is passant en dit is jouw basketbalteam. En het feit is dat zij het opgepakt hebben. Wij stonden vandaag subliem te verdedigen. Ik heb bijna 40 minuten gezeten op de bank. Ik heb genoten. Daar hebben we energie in gestopt. Okay? Eigen verantwoordelijkheid. Weten waar je staat op het veld. Dingen gaan fout. Positief blijven. Noem maar op. Al die kernwaarden die we elkaar hebben besproken. En dat hebben de meiden gedaan. Dus het maakt niet uit wie er voor de groep de volgende week staat. De basis staat er al. En zij moeten daar volwassen genoeg mee omgaan om te zeggen van wacht even, maar dit hebben we afgesproken en dit gaan we ook uitvoeren. En ik ben blij dat ze dat ook zelf hebben uitgesproken. Nou, je zegt die basis staat, dus je laat het met een gerust hart achter. We gaan je ongetwijfeld nog wel zien in Bemmel af en toe in wedstrijden. In ieder geval hartstikke gefeliciteerd met deze prijs. En heel veel succes als bondscoach. En misschien moet je nog even de foto laten zien. De foto? Die kreeg. En een mooie oranje koffer. Toepasselijk bij de bondscoach. Dus die meiden hebben het heel goed geregeld. Hartstikke bedankt. En het was een mooie tijd in Bemmel. En op naar het kampioenschap voor ons dan hier. Hè? Ik hoop wel dat Bemmel de kampioenschap pakt. Omdat als we kijken naar over het gehele jaar, zijn wij toch wel het beste team. Dat hebben we laten zien.